keuken is een afzuigkap ver te zoeken. Dat zie je wel in de lucht, want alle rook van het vuur waarop deze mevrouw aan het koken is, blijft in de ruimte hangen. Koken op gas is natuurlijk veel gezonder dan koken op vuur. En met behulp van deze waterbuffel kan dat. De Nepalezen verzamelen poep van waterbuffels en gooien het in een put die uitmondt in een groot gat onder de grond, ook wel de biogasinstallatie. Daarin komen gassen vrij uit de enorme verzameling ontlasting. Die gassen gaan door een dunne buis naar de keuken en dan kan er gekookt worden. It's not only buffalo poo, right, that goes into the biogas, it's also different poo. Yes, also it's a toilet condition, yeah. They have going to toilet condition and also men also, you know, men, and so many people it's going to toilet. They have a good power, it's men, it's poop. Dus niet alleen poep van een waterbuffel wordt omgezet in gas, maar ook de afvoer van het toilet mondt uit in de biogasinstallatie. Dat zorgt voor nog meer gas en het gebruik van een toilet is natuurlijk veel hygiënischer dan je behoeft te doen in de bosjes. Maar dat is niet het enige voordeel van het gebruiken van biogas. Biogas en ICS, to use less wood. Yeah, to and for the environment, good environment. Also biogas. If we are going to build biogas, use all time for the for children health and children times easy to read and writing also. To because inside no smoke before. A lot of people is causing an inside and not good health and like us many problem, but now is no. Het bouwen van een biogasinstallatie is geen gemakkelijk werkje. Eerst graven de mensen zelf een enorm gat, zoals hier. En daarna begint het technische werk. Na ongeveer 3 weken is de hele installatie dan klaar. Hier zijn eerlijk. Als het materiaal geleverd is, kan het sjouwen beginnen. De meeste dorpen liggen op zo'n 1,5 uur lopen van de dichtstbijzijnde geasfalteerde weg. Met zware zakken cement op hun rug lopen de vrouwen de berg op. Klaar om de volgende dag aan het bouwproces te beginnen. Technician, it now it's working in going to make in hole, yeah. Then also, then now it's going to they going to walk in wall now. Eerst metselen de Nepalezen dus een muur in de kuil en daarna maken ze een betonnen koepel om de poep en het biogas in op te slaan. Hola.
In de wand van de biogasinstallatie zitten leidingen naar het toilet en naar de put waarin waterbuffelpoep verzameld wordt. Uiteindelijk zit er een luchtdicht dak op de installatie, zodat het biogas niet kan ontsnappen. Whenever this one is finished, what do they do after? Do they put the poo inside? Yeah, then after they're going to finish, they're first going to collect in dung. Yeah, so they have more than 3,600 in kilo. Yeah, they have maybe also water also, yeah, mix, and they put in a dung there. What do the people need? How many buffaloes do they have? Yeah, they minimum 2. Yeah, maximum is maybe 3, is 4. It, they have a lot of, you know, in cow, in buffalo, they have a good, you know, good in working in the bagans. Yes, thank you. And how many poo do they need every day? They need in more than 30 kilo. Yeah, in the minimum 30 kilo. Then per day, they need and put in the tank. Yeah, in tank, and more than 30 kilo and 32 and 36 in per day. Yes, okay, thank you. And is it possible with 2 buffaloes? How much do they poo a day? They have a 1 day. It's they poop in 1 time. Poop in we have a big in cow in big buffalo. Then more than 5 kilo in 1 day. Yeah? Thank you. Omdat niet iedereen meteen begrijpt hoe zo'n biogasinstallatie werkt, geven de medewerkers van Ramro instructielessen. Want hoe weet je nu bijvoorbeeld of je genoeg poep verzameld hebt om op te kunnen koken? Yeah, they have a also pressure meter, yeah. They have a pressure meter. Then we use in the inside in pressure meter. And we have a how many then in use in 4 day and how many then enough they have a and no it's pressure meter. Yeah. In een handomdraai wordt hier het gas aangezet en kunnen de Nepalezen koken in een keuken zonder rooklucht. En dat allemaal door de poep van mensen en een heleboel verse waterbuffelvlaaien. Ramro NGO Nepal hope to going to continuously in this kind of program here. Because a lot of people are interested in building biogas, right? How many people are on the waiting list? Yeah, now we have already application more than 400. Stichting Ramro werkt al jaren in Nepal. Hun werkzaamheden zorgen ervoor dat er minder rook in woningen hangt, doordat mensen op gas kunnen koken in plaats van op vuur. En daarnaast leveren de projecten van Ramro werkgelegenheid op voor de lokale bevolking. Bent u geïnteresseerd? Kijk dan op www.ramro.nl.